Het is koud vanochtend en dat is het perfecte moment voor een winterse tuintip. Want hoe weet jij waar jij je meest kwetsbare plantjes het beste kunt planten? Vandaag laat ik je zien hoe je daarachter kunt komen. Het wordt steeds warmer in Nederland. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet nog eens een flinke klap met nachtvorst kan komen. Gelukkig. Dan moet je er natuurlijk wel rekening mee houden dat niet alle planten even goed tegen de kou kunnen. Op een etiket zie je dan staan dat de planten niet helemaal betrouwbaar winterhard zijn bijvoorbeeld. Er zijn planten die kunnen moeiteloos tot min 23 of min 25 verdragen. Maar er zijn er ook die vinden het wel genoeg als het min 5 is. En die planten die kun je dus maar het beste op de warmste plekjes in je tuin zetten. In mijn tuin kun je heel goed zien dat het hier onder de bomen iets minder koud is dan bijvoorbeeld daarginds in de hoek in de border. Dat is echt de koudste plek van mijn tuin. Terwijl hier aan de randen ligt duidelijk minder rijp op de bladeren van de planten. En hier in de beschutting van de overkapping is het nog ietsje warmer. En zo weet je dus dat daar waar sneeuw en ijs het langste blijven liggen, dat de koudste plekken in je tuin zijn. Voor die plekken kies je dus beter robuust winterharde planten. Je kwetsbare plantjes zet je maar liever ergens anders. Mijn naam is Elisabeth Scholt van Scholt Tuinadvies en Ontwerp en ik help mensen aan een tuin naar hun hart. Wil jij meer weten over wat ik voor jou kan betekenen? Kijk dan eens op mijn website www.zinintuin.com.